Huh? Polariseren? Wat is dat? Stel, je bent een mens met een eigen mening. Kaas is lekker! En je hebt niet één mening, je hebt er ontzettend veel. Jongens zijn stom, fietsen is suf, honden zijn lief. Ik heb een eigen mening! Ik ook! Net als alle andere mensen. Eigen mening, yes! Soms ben je het met anderen eens. We houden allebei van honden. En soms ook niet. Kaas is lekker! Maar ik vind kaas dus heel vies. Er zijn types... Kaas is top! ...die het niet trekken wanneer iemand ergens een andere mening over heeft. Niet mee eens. Kaas is vies. Als je geen kaas lust, mag je niet meedoen. Vaak omdat ze daar zelf beter van worden. Kaas te koop! Als zo iemand er alles aan doet om zoveel mogelijk mensen aan zijn kant te krijgen... ...door heel hard te roepen... Wie geen kaas lust is slecht! 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 En soms door geweld te gebruiken... Auwie! ...dan is hij aan het polariseren. Iemand die polariseert, ziet de wereld zwart-wit. Of je bent het eens, of je bent tegen. Iemand die polariseert, verdeelt de wereld in twee kampen. Wij en zij. Degene die neutraal zijn... Soms vind ik kaas lekker en soms niet. ...die bijvoorbeeld bij allebei de kampen goede argumenten zien... ...worden ook gedwongen om te kiezen. Of je bent voor kaas, of je bent tegen. Het gevolg hiervan is dat de mensen in de twee kampen het helemaal nergens meer over eens zijn. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Er is geen discussie meer mogelijk. Ik praat niet meer met jou. Ze krijgen zelfs ruzie. Rotzak, balgehaak, lofdip, gewulde koep, hoofdletter, labdroel, jimpoel, vlaaflip, bij de koep. En dat kan behoorlijk uit de hand lopen. En waarom het ook alweer allemaal was begonnen... Dat weet vaak bijna niemand meer.